Deze nieuwsuitzending die gaat erover dat er weer bewijs op tafel is gekomen dat we het in het geval van de paus hebben over de antichrist. Het feit dat de paus de antichrist is, dat ligt gevoelig bij veel mensen. Mensen vinden dat niet beleefd. Als je zo spreekt over een mens. Dat je een mens betitelt als antichrist. Mijn punt is dat we het hier hebben over de antichrist. De antichrist, voor degenen die dat niet weten, dat is een begrip en dat komt uit de Bijbel. En het wordt genoemd in de Bijbel, in het laatste boek van de Bijbel. En het boek heet De Openbaring van Johannes. En Johannes is ook de auteur van het vierde evangelie. Oh, hoe heet het vierde evangelie dan? Ja, dat heet natuurlijk het evangelie van Johannes. De eerste is van Matthäus, de tweede is van Marcus, de derde van Lucas. Daar gaan we straks een stukje uitlezen. En de vierde is van Johannes. En Johannes heeft behalve dat evangelie, heeft hij ook de openbaring van Jezus Christus geschreven. Zo noemt hij het zelf. Dus Jezus Christus heeft Johannes dingen geopenbaard over die de mensheid te wachten gaat staan. Te wachten staat. En daarin wordt verteld dat er een antichrist gaat komen. De paus is die antichrist. Hij is die antichrist of er komt er nog een waarvan wij gaan denken, nee, dit is echt de antichrist en die paus was een antichristje. Dat was eigenlijk nog maar een kleintje. Het kon nog veel erger. Dat zou kunnen, dat het nog erger kan. Dat weten wij niet. Maar op basis van wat we nu weten van de paus, is dat hij de enige is. Nu en in de historie. Voor de rest komt er geen één mens in aanmerking om titel antichrist te verdienen. En hij wel. En ik zal je uitleggen waarom, want het gaat namelijk om taal. Alles gaat om taal. Dat is ook wat Johannes zegt. Johannes in zijn eerste evangelie zegt in vers 1, in den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Alles gaat om taal. Antichrist is een woord. Ja? Dat mag je met mij eens zijn. Nou, en dat woord dat heeft twee delen. Dat is anti en Christ. En anti, dat betekent dat je, wij noemen dat ook wel tegen, hè? Dat je tegen Christus bent. Dat betekent het. Maar het betekent ook dat je het net niet helemaal bent. Je hebt ook het begrip antichambre. Wij noemen dat een voorkamer. Dus het is niet de echte kamer, maar het lijkt wel op de kamer. En dat heet de antichambre. Dus het woord anti, dat betekent ook de zo goed als, maar niet heus. Het heeft dan weer te maken met het begrip namaak. Een goede namaak lijkt op het origineel, maar is het niet. Hey, als ik wel grappig natuurlijk, hè, maar als ik een A4'tje hier met de scharen knip ik daar een stukje van af en die schrijf ik op 10 euro en ik ga mee naar de bakker en ik geef dan dat briefje van waarop staat 10 euro aan de bakker. Ik zeg ja, dit is een geldig eurobiljet en de bakker die geeft mij dan mijn brood en het wisselgeld en die gaat met het briefje naar de bank en dan zegt de bank, hé, maar dat is geen geldig biljet. Ja, dan kan die bakker niet naar de politie stappen en zeggen ja, Perry is een valse munter. Want de politie zal dan zeggen, ja, moet je luisteren, meneer de bakker. Het leek er helemaal niet op. Hè? Dat briefje van Perry, dat was zo klungelig geschreven, dat is niet eens een namaak. Nee, het is verboden bij wet om een briefje te maken wat
daardoor een amateur niet wordt herkend als zijnde vals en dus geaccepteerd wordt. En dan is het een vals biljet en dat mag niet. Dat is verboden. En zo zit het dan ook met de antichrist. De antichrist doet alsof hij Christus is, maar hij is het niet. Maar hij doet wel alsof hij Christus is. Nou, en meneer de paus, die je dus hier ziet lopen, dit is een exemplaar nummer zoveel van de antichrist, want ja, de lichamen van de antichristen, die gaan dus dood na verloop van tijd. Zoals ieder mens dat heeft. En dan krijg je weer een nieuwe, heel vervelend. Nou, dit is dan de zoveelste nieuwe die we hebben en die heet Paus Franciscus de Eerste. Of Antichrist Franciscus de Eerste, moet je zeggen. Want dat is die, hij is de antichrist. En dit gedoe met dat de paus de antichrist is, dat was al in de tijd van Luther. Martin Luther zei het al. En voor hem andere mensen ook al. Het was het motto van de reformatie. Het was het motto van het protest wat we toen hadden in Europa tegen de universele kerk met deze smeerlap aan het hoofd. Deze vieze, vuile, gore leugenaar. En het zijn geen vieze woorden die ik nou gebruik. Het is gewoon wie die is. Het is een vieze, vuile, gore leugenaar. Het is de antichrist. Er is niets goeds aan die man. Die man is verdorven. Van zijn topje van zijn haartjes tot en met zijn teennagels aan toe. Het eelt onder zijn hielen. Alles aan die man is verdorven. En er was een paus geweest, het was Pius de IX, Pio Nono. Die heeft zichzelf onfeilbaar verklaard. En iedereen na hem. Dus ook Franciscus is onfeilbaar. Volgens de onfeilbaarheidsclausule van Pio Nono. En Pio Nono is natuurlijk een... Ja, zo heet hij niet echt, hè? Hij is... Pius Nonius of zo. En niet Pio Nono. Maar zo werd hij genoemd. En deze personen, die noemen zichzelf de plaatsvervanger van Jezus Christus. Nou, daarmee zijn zij de antichrist. Want... zij zijn de plaatsvervanger van Jezus Christus niet, maar laten miljarden mensen geloven dat ze de plaatsvervanger zijn. En dan ben je bezig met valse munterij. Dat is strafbaar. Daarom kan ik ook zeggen dat Franciscus de Eerste een vieze, vuile, gore leugenaar is. En afgelopen oudejaarsnacht was er een festiviteit op het Sint-Petrusplein in Vaticaanstad. En mensen van over de hele wereld waren daar naartoe gekomen. Waaronder de vrouw die je nu in beeld ziet. En die zit linksonder dat babytje wat je daar op de schouders gedragen ziet worden. En die vrouw heeft een Aziatisch uiterlijk. Er wordt gezegd dat ze van Chinese afkomst is. Er wordt gespeculeerd dat zij een Chinese Rooms-Katholieke vrouw is. En dat zou kunnen. Natuurlijk. Hè? Maar ze proberen haar op te sporen, maar dat schijnt nog niet gelukt te zijn. Ze willen nog iets van een media-evenement hebben waarin... zij haar excuses aanbiedt en de paus heeft inmiddels al zijn excuses aangeboden. Want hij heeft haar geslagen op haar hand. En wat zij heeft gedaan, is zij heeft de paus beetgepakt. Er wordt gespeculeerd dat deze vrouw wanhopig
was op dat moment en waarschijnlijk nu nog steeds wanhopig is. Want de Rooms-Katholieke Kerk in China heeft heel veel te verduren gehad van de Chinese overheid. De Chinese overheid houdt niet van religieuze bewegingen onder het volk. Maar het Rooms-Katholicisme, dat hebben ze dan wel als volksgeloof toegestaan. En dat was dan van de overheid. Zo'n beetje hetzelfde idee wat er was in Engeland ten tijde van Henry de VIII. Dat hij, Henry de VIII, zei van nou, ik hef de kerk niet op. De katholieke kerk blijft gewoon lekker bestaan. Alleen de paus is niet langer de baas van de kerk van Engeland. Nee, ik ben het. En dat hebben ze in China ook gedaan. Dus daar hebben ze een namaak katholieke kerk gesticht. Met namaak bisschoppen en namaak priesters en allemaal namaak. En het is van de Chinese overheid. En de Chinese mensen die daar, die in de gaten hadden dat het namaak was, die zijn een ondergrondse kerk begonnen. En die werd gesteund door Rome. Want Rome had dus helemaal geen toestemming gegeven aan de Chinese overheid om dit te gaan doen. Hè? Terwijl ze dan wel, die Chinese overheid, ze overtreden het beeldrecht. Dat kan je zeggen. Want het hele idee van die katholieke kerk, dat heet hem wel katholiek, het heet hem wel universeel, maar het idee van die kerk komt niet van de Bijbel. Alles wat in de Bijbel staat, dat is auteursrechtvrij. Omdat geen mens de Bijbel heeft geschreven, maar de Bijbel is geschreven door God. Dus er kan er niemand auteursrechten claimen. Oh, ik geloof niet dat hij geschreven is door God. Dat doet er niet toe, sukkel. Het gaat erom hoe wij er tegenaan kijken. Op de Bijbel en alles wat erin staat rusten geen auteursrechten. Maar wel op het hele gedoe van de katholieke kerk. Dus je mag niet zomaar een katholieke kerk gaan beginnen. Net zo goed als dat je niet zomaar een McDonald's vestiging mag beginnen. Dan komt McDonald's bij je langs en zegt, hé, ben jij aan het doen? En dat dus de Chinese overheid een eigen katholieke kerk had gesticht, dat werd dan, dat vond dus Rome niet goed. En Rome heeft de ondergrondse kerk in China gesteund. En een heel goed punt erbij is het toewijzen van bisschoppen. En dat de Chinese overheid, als je dat niet weet, maar een bisschop is een redelijk hoog figuur in de hiërarchie. En de Chinese overheid wilde de zeggenschap over wie er bisschop zou worden als een oudere bisschop zou overlijden. En het aanwijzen van bisschoppen, dat is nou typisch iets. Dat doet het Vaticaan zelf. Dat is hun recht. Dat is juist hun recht. En zo kunnen ze vat houden op de kerk. En voor kardinalen geldt denk ik precies hetzelfde. En de kardinalen kiezen vervolgens de paus. Dus dat moet één geheel zijn. En de Chinese overheid die wilde zelf even de bisschoppen gaan aanwijzen. En nou, dat accepteerde het Vaticaan niet. En het Vaticaan heeft dus die ondergrondse katholieke kerk gesteund. En wat heeft de Chinese overheid nou recentelijk voor elkaar gekregen? Die zijn nog een keer gaan praten met meneer de paus. En toen heeft meneer de paus gezegd, oké, ik doe er verder niet moeilijk over. En wat ze daar nou precies afgesproken hebben, dat weet ik niet. Maar aan het grote publiek is verteld dat de staatskerk van China voortaan een dochterkerk is van de universele kerk. En daarbij is wel afgesproken dat de Chinese overheid nog steeds het recht behoudt om nieuwe bisschoppen aan te wijzen. Nou, dan kun je eigenlijk verzinnen wat er nou precies is afgesproken. En in elk geval, die mensen van de ondergrondse kerk, die voelen zich zwaar verraden door Rome.
En er wordt gespeculeerd dat deze Aziatische vrouw van die ondergrondse kerk is. Zij lopen, dat is allemaal niet zo fijn wat daar in China gebeurt. Het zou kunnen zijn dat die mensen van de ondergrondse kerk, dat die zware straffen te wachten staan. Bijvoorbeeld. Nou, en nu wat er gebeurd is. Even. Big screen. Geluid mag uit. Gaan we even kijken. Daar gaat hij al slaan. Dat was het. En dan zou je zeggen, nou ja, dit was ik wel heel onbeleefd van die vrouw hoor. Ze zomaar eventjes de hand pakte van de paus. Ja, ja. Nou, mijn punt is, die paus noemt zich de vertegenwoordiger van Jezus Christus. En dan zeg je niet nogal wat van jezelf. Hij kan zich ook de vertegenwoordiger noemen van Donald Duck. En dan, van iemand Donald Duck mag je aannemen. Dat was toch een zagrijnige sukkel van een eend. En Donald Duck, die zou... Ja, dat is Donald Duck. Kijk, als je je plaatsvervanger noemt van Donald Duck, is er niks aan de hand. En als je je plaatsvervanger noemt van, en noem nog eens een karakter uit de geschiedenis... dan is er niks aan de hand. Maar hij noemt zich de plaatsvervanger van de Zoon van God. Van onze Heer. Onze Heer Christus Jezus. De man die gestorven is voor onze zonde aan het kruis op de berg Golgotha. De man die aangekondigd werd in het Oude Testament... In Genesis 1 vers 1 en daarna nog een keer dunnetjes door de profeet Daniel in zijn 9e hoofdstuk. De man die gestorven is, zodat hij vanuit die positie de Heilige Geest zou laten komen, zou sturen. De man van genade. De man van vergeving. De man van de ultieme opoffering. Namelijk het opofferen van zichzelf. Van zijn eigen lichaam. Ja, want Christus leeft eeuwig. Christus is niet gestorven. Maar zijn lichaam wel. Want zijn aardse leven was voorbij. Nou, dat noem ik opofferen. En deze sukkel in zijn witte jurk met zijn zagrijnige kop. Zie je dat? Zie je die zagrijnige kop? Zie je die Aziatische vrouw daarachter staan? Die hem nakijkt in vertwijfeling. En dit apparaat in die witte jurk... Met een witte keppeltje. Dat noemt zich de vertegenwoordiger van Christus Jezus. Die man moest zich schamen. En dan staat eronder. Hij heeft excuses aangeboden. Aan wie? Aan die vrouw? Nee, want hij weet niet eens waar ze woont. Een schande, deze man. En dan moet je ook nog weten dat zijn organisatie... die heeft, ik noem maar een greep uit de hoge hoed, hè. Uit de grabbelton. In Kroatië, tijdens de Tweede Wereldoorlog... heeft zijn organisatie met zijn goedkeuring... de pauselijke goedkeuring, maar hij was het niet... dat was toen Pius de XII. Je Pio Nono... Pius de IX, die verklaarde zichzelf onfeilbaar.
En dan krijg je Pius de XII, de opvolger van Pius de XI natuurlijk. En Pius de XII die heeft in Kroatië 1 miljoen Kroaten laten martelen en vermoorden. Is de antichrist. Je weet het nu. Christus. Van Christus is een vergelijkbaar verhaal opgetekend door Lucas. En het staat in het 8e hoofdstuk van dat evangelie van Lucas. Lucas is het 3e evangelie. En dan lees ik even voor vers 45 en 46. En voor de rest beschrijf ik even de context dan. Hè? Maar dan staat er hier in vers 45 in de King James. And Jesus said, who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng thee and press. And sayest thou, who touched me? And Jesus said, somebody has touched me. For I perceive that virtue is gone out of me. Nou, er staan wat moeilijke woorden in. Hè? Dus, throng, weet je misschien niet. Ik zou het ook niet, wist dat ook niet direct. Hè? Wat is throng? Hè? En hier het woord virtue. Voor de rest snap ik het eigenlijk wel. Dan pakken we even de Statenvertaling erbij. Vers 45. En Jezus zeide, wie is het die mij heeft aangeraakt? En als zij het allen miszaakten, zeide Petrus en die met hem waren, Meester, de scharen drukken en verdringen u. En zegt gij, wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. Dus waar kwam het nou op neer? Jezus liep op straat en hij was op weg naar het huis van iemand wiens dochter op sterven lag. Zijn enige dochter. Meisje van 12. En hij ging op verzoek naar die woning toe. Dat was de woning van Jairus. En Jairus was een overste van de synagoge. En je kan met me meelezen. Nou, toen ging die scharen om hem heen. Hey, Jezus dit, Jezus dat. Jezus man, ga je doen. En toen werd Jezus aangeraakt door een vrouw die heel ziek was. Ja. Nou, kijk, Jezus was hier op weg naar een jonge vrouw, een meisje van 12, die op sterven lag. En hij werd al lastig gevallen door een hele meute die hem aan het drukken en verdringen waren. En dan gaat iemand daarbovenop nog een keer hem aanraken. Even terug naar deze Jan Doedel. Die loopt een beetje in zijn vrije tijd grappig te lopen doen. Omringd door ik weet niet hoeveel veiligheidsmonsters, kleerkasten. En de meute zit netjes achter een hek. Maar hij is stikzagrijnig, getuigen die wanstaltige kop van hem. Christus, die liep als het ware aan de andere kant van het hek tussen die meute, op weg naar een stervend jong meisje. En die wordt aangeraakt. En hoe reageert Christus dan?
En dan komt vers 47. And when the woman saw that she was not hid, she came trembling and falling down before him, she declared unto him before all the people for what cause she had touched him and how she was healed immediately. Op zijn Nederlands. En de vrouw nu, ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende en voor hem nedervallende, verklaarde hem voor al het volk om wat de oorzaak zij hem aangeraakt, om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. En dan, hè? Dit is de zagrijnige mombakkers van Jan de Kleuterpiemel. En dit zijn de woorden van Jezus. And he said unto her, daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. Go in peace. Op zijn Nederlands. En hij zeide tot haar, dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Dit is de Christus aan het woord. Dit is de Antichrist. Deze man, zijn organisatie, heeft in de geschiedenis... Nou, er wordt een beetje over gediscussieerd, maar je hebt die 1 miljoen lui in Kroatië. Daar valt niet aan te ontkomen. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het stichten van de Russische Revolutie. Ze zijn verantwoordelijk voor het overnemen van het geldsysteem van Amerika. Ze zijn verantwoordelijk voor het aanjakkeren van de Eerste Wereldoorlog. Ze zijn verantwoordelijk voor de economische crisis die daarna kwam. Ze zijn verantwoordelijk voor de Tweede Wereldoorlog. Dit is allemaal bewezen. Ze hebben de Vietnamoorlog aangezwengeld. En de bewijzen beginnen zich op te stapelen dat ze achter de aanslagen van 11 september zaten. Dit is de Antichrist. Dit is geen mens, dit is een beest. En een ieder die met hem meeloopt, die is hooguit misleid. In het beste geval is die persoon misleid. En in de rest van de gevallen zijn het slechte mensen. Wel, Perry, je mag niet oordelen over een ander. Ik zeg, nou, dat doe ik ook niet. Want iemand kan altijd zeggen, ik was misleid. En ik heb nu naar Perry geluisterd en nu snap ik dat de paus de antichrist is. En ik zal nooit meer achter hem aanlopen. Maar ik was misleid. En mensen die weten dat de paus de antichrist is en toch achter hem aanlopen, dan ben je slecht. Dan heb je een gaatje in je hoofd. Dan deug je niet. Er was de voorganger van deze paus, Ratzinger, die heeft in de jaren 60 een stuk kanoniek recht geschreven, waarin het zo werd gesteld dat priesters die zich vergrepen aan kleine kinderen, die hadden alleen een zonde begaan en dat zou binnenshuis geregeld kunnen worden. In die zin, daar doen we er verder niet zo moeilijk over. Terwijl mensen die zeggen dat er een priester was die zich vergrepen heeft aan kleine kinderen. CQ mensen die zeggen dat er een priester was die zich heeft vergrepen aan hun. De slachtoffers die zeggen ik ben gepakt door kardinaal van de Putjepuk.
Die zouden overgedragen worden aan het wereldsrecht. Met andere woorden, gevangenisstraf en zo. Hier in Nederland werden dat soort mensen door de katholieke kerk gecastreerd. Oh, Piri, dat was honderden jaren geleden. Nee, sukkel! Dat was eind jaren 50 van de vorige eeuw. Kijk, als je meedoet of niet vol van walging kijkt naar deze paus, dan denk ik, nou, dat is eigenlijk wel leuk, hè? Zo vindt hij een beetje witte jurk in. Nou, hij toch een kruisje om zijn nek hangen. En, ja, dat moet ik ook zeggen, hoor. Zo'n Aziatische vrouw, hè? Dat is wel een beetje brutaal, hè, wat ze doet. En, ja, hallo zeggen, we zijn hier niet in de kroeg tussen de vrienden, hoor. Een beetje gedragen, hè? Ook op een communicatie, hoor. Ben je zo? Beter waren je dood, man. Je kan niet, snap je? Het is het einde van de rit, het is de antichrist. Dan zie je die massa's eens die allemaal komen kijken naar de antichrist. Tja. Ik werd laatst gebeld door een kennis van mij, die ik al 20 jaar ken, langer. Ruim 20 jaar ken ik hem. Toen was het een man en die maakte met letterlijk iedereen ruzie. En dat was niet leuk. En doordat hij zoveel ruzie maakte met iedereen, kregen andere mensen onderling ook nog een keer ruzie. Dat was een vervelende vent. En ik ging niet meer met hem om. Vanwege al die ruzietoestanden. Ik had er geen zin meer in. En nou, de laatste tijd. Een paar maanden terug of zo. Toen reageerde hij via de mail. En kreeg ik te horen dat hij luisterde naar mijn beschouwingen. En toen zei hij ook nog van ja. En hij heeft nu een baan. En nou, het leek allemaal wel de goede kant op te gaan. En een paar weken terug belde hij mij op een zondagmiddag. Had hij weer naar een paar beschouwingen geluisterd en hij had een paar vragen, zei hij. Nou, hij had helemaal geen vragen. Hij had kritiek op het feit dat ik zo stellig zei dat de paus de antichrist is. En hij vond dat ik mij op gevaarlijk ijs begaf. Want zei hij, wat als dat nou eens niet waar is, dan heb jij een onschuldig mens ten onrechte beschuldigd van een hele ernstige zaak. Nou, ik zeg dat die man twijfel zaait waar dat niet fatsoenlijk is. De paus is de antichrist. En een ieder die dat in twijfel wil trekken, die loopt achter de paus aan. Of beter gezegd, die volgt Christus niet. En dan is de paus ook tevreden. Want de paus maakt het geen biet uit of jij iedere zondag naar de kerk komt. Of dat je ter confessie gaat. Of dat je Jezuskoekjes eet. Of, dat maakt hem allemaal niet uit. Er is maar één ding wat de paus interesseert. En dat is dat jij je Bijbel niet leest. En dat je Christus niet omarmt. Dan is hij tevreden. Want dan sleurt hij je mee naar de hel. Zoals Christus jou leidt over de smalle weg die leidt tot de poort. Zo leidt deze man je op een weg die je zelf mag kiezen. Zodat hij zeker weet dat jij aan het einde van de rit niet bij de poort komt. Maar dat je blijft steken in de plek van het geweeklaag en het tandengeknars, oftewel de hel. En die kennis van mij, ik hoop dat hij dit hoort, die mag erover gaan nadenken met waar hij mij van beschuldigde. En de twijfel die hij probeerde te zaaien. En wie hem aangezet heeft tot het zaaien van die twijfel.
Snap je? Want het is één ding om een onschuldig mens te beschuldigen van iets wat hij niet gedaan heeft. En het is een ander ding om een schuldig mens, om de schuld van een schuldig mens in twijfel te trekken. Dat is precies net zo leugenachtig en net zo fout. En de antichrist, ja, al zijn volgelingen en alle mensen die hem niet direct volgen, maar die er geen enkel probleem mee hebben dat deze man opereert in deze wereld, al die mensen gaan naar de hel. Want de waarheid zal naar boven komen. En de waarheid is dat deze man de antichrist is. En laat ik zeggen, jij hebt jarenlang klaverjas gespeeld op de klaverjasvereniging. En dan blijkt dat de voorzitter van de klaverjasvereniging, die heeft zich al die tijd vergrepen aan kleine kinderen. En dat werd wel gezegd door kleine kinderen dat ze gepakt waren door die man. Maar iedereen van de klaverjasvereniging die vond dat het zo'n goede voorzitter was. En zo'n goede voorzitter zou zich nooit vergrijpen aan kleine kinderen. En jij vond ook dat de hele gemeente gelijk had. En jij hebt die man ook nooit aangesproken op het feit dat hij beschuldigd werd van het zich vergrijpen aan kleine kinderen. Even zo was het, ja? En dan ga jij de pijp uit. En dan wordt jou geopenbaard dat die voorzitter van de klaverjasvereniging zich inderdaad vergrepen had aan kleine kinderen. En dan ga je ook zien op welke manier die zich vergrepen had aan kleine kinderen. Dan hou je dat gekrijs van die kleine kinderen. Dan ga je zien welk misdrijf jij oogluikend, waar jij dus een oogje hebt toegeknepen, welk misdrijf dat was. En dan wordt er tegen jou gezegd, oké, jij vond bij leven zulk gedrag tolerabel. Dit is je loon. Hè, als jij als mens het tolerabel vindt dat een kind zo mishandeld wordt en dat jij dat gedrag goed spreekt, want het is een fijne klaverjasbaas. We denken dat jou te wachten staat aan het einde van je leven. Want het einde van je leven is het begin van de eeuwigheid. Hou er rekening mee. En die eeuwigheid is goed, of die is niet goed. Dus ik ben daar heel vrij strikt in, omdat ik jullie wil waarschuwen. Nou, maar Perry, er is geen leven na de dood. Ja. Waar heb je dat nou mee gelezen? Nou, dat kan niet anders. Ha. Waar heb je dat gelezen dan? Gedenk te sterven, man. En gedenk eraan dat je bij het leven keuzes hebt te maken. En het volgen van deze man, of het volgen van organisaties van deze man, want de Europese Unie is van deze man. Van die man zijn organisatie dus. Dat is de Europese Unie van. En de NATO ook. En de Verenigde Naties ook. En al die vrouwen die ik op Facebook allemaal zo lekker de EU hoor napraten en de VN hoor napraten en al die linkse politici in Nederland napraten. Het zijn vooral vrouwen die dat doen. En lekker op Facebook iedereen de zwarte pieten uitdelen, want ze lopen allemaal achter de pauze aan. Al die vrouwen gaan naar de hel. Kinderen van de leugen zijn het. De paus is de duivel. Nou, de duivel niet, de paus is de antichrist. Dat Christus was voor de mens, maar dan giftig. Hè, waar Christus mensen geneesde en mensen tot het licht bracht en mensen tot de waarheid bracht, zo brengt deze man de mensen tot wanhoop en tot ellende. Er is een tijd geweest in Zwitserland dat land voor de helft katholiek was en voor de helft protestant. En dat kon je heel goed zien.
En dan liep er bijvoorbeeld een weg, was een scheidingsweg. En ten noorden van de weg was het protestants. En ten zuiden van de weg was het katholiek. Ja, aan de noordkant van de weg waren de huizen netjes geschilderd. Waren de tuinen mooi op orde. Hing de was buiten te drogen. Ging het goed met de mensen. En aan de zuidkant van de weg waren de huizen slecht geschilderd, de deuren die waren brak. De tuinen waren versmet met stenen en troep en niemand had tijd en daar was het armoede. Bedenk goed dat we dat hier in Nederland ook gaan krijgen. Wij gaan de prijs betalen dat wij ons katholiek hebben laten maken. Oh, Perry, we zijn niet katholiek, dat is helemaal niet waar. We zijn het wel. Onze koning is katholiek. En wie zegt er wat van? Onze koningin is katholiek. En wie zegt er wat van? Niemand. En wij gaan betalen. Ik heb gezien dat de prijs van brood is de afgelopen 17 jaar zo'n beetje, 18 jaar, is die gestegen jaarlijks met 7%. De prijs van brood. Een postzegel is de afgelopen 10 jaar meer dan 2 keer zo duur geworden. Ja. Wij worden tot de bedelstaf gebracht door de antichrist. Ga daar maar vanuit. En hoe heeft het zover kunnen komen? Nou, het heeft zover kunnen komen doordat wij Christus hebben verloochend. En omdat wij Christus hebben verloochend, zien wij niet dat deze vieze, vuile, gore leugenaar de antichrist is. Omdat wij niet weten wie Christus was. Wij weten niet meer van Lucas 8, vers 45. Dit is onze eigen schuld. We hebben straks ook niemand waar we naartoe kunnen gaan en kunnen zeggen, waarom heb je ons niet gered? Wij hebben Christus verloochend. En dan maakt het geen donder uit. Moet God medelijden hebben met Nederland? Moet God medelijden hebben met een regio waar de mensen hem verloochend hebben? Waarom zou die? In Romeinen 12 vers 19 staat, de wrake is mij. Dat moet je positief zien in die zin dat het niet de bedoeling is van de mensen zelf dat ze zich gaan wreken. Maar het minder goede bericht is dat de God waar wij het over hebben, de God van de Bijbel, is helemaal niet van plan om te stoppen met wreken. Hij zal geen zondvloed meer sturen. Dat is de belofte. Maar hij wreekt zich wel. En ik kan het zien dat het zo is. En persoonlijk, ik vind God nog mild. Het is maar goed dat ik me hou aan Romeinen 12 vers 19 en dat ik niet de kracht van God heb. Nee.
Nee, ik vind het erg wat er gebeurt. Ik vind het heel erg dat we zo slecht zorgen voor onze kinderen. Dat we ons druk maken over de seksuele geaardheid van jonge mensen die dan beweren dat ze een mannenlichaam hebben, maar dat is eigenlijk een vrouwenlichaam met mannelijke geslachtskenmerken, want ze zijn een vrouw en ze willen met zij worden aangesproken en dat vinden we dan belangrijk. En dat in de zaak Dutroux, dat ze er ik weet niet hoeveel jaren over gedaan hebben voordat ze die man eindelijk voor de rechter kregen. En dat in al die jaren tijd dat er 30 belangrijke getuigen onder merkwaardige omstandigheden om het leven zijn gekomen. Ja, eerst gaan we maar eens even leren om allemaal zij te zeggen tegen een stelletje maloten die het niet eens zijn met de vorm van hun lichaam. En als we dan allemaal netjes zij zeggen tegen al die transgenders, dan gaan we misschien nog een keer nadenken over wat er nou gebeurd is bij het proces van Dutroux. Want we hebben zulke belangrijke dingen aan onze hoofd. Het is schande over ons. Maar ja. Je hoeft niet bang te zijn dat ik me ga wreken. Want dat mag niet van de Bijbel. En tegen iedereen die dan wel het hart op de juiste plaats heeft. Kan ik zeggen, het valt allemaal wel mee. Dit zat er allemaal aan te komen. We wisten dit allemaal al. Het is gruwelijker dan dat ik dacht. Maar ja. Aan de andere kant, onze Heer is eeuwig. En Hij is de dood voorbij. Ja, je moet misschien zeggen, de situatie waarin wij, degene die de waarheid minnen, die het leven minnen, die de weg minnen. Ja, er is meer voor ons te doen dan we dachten. Maar sinds wanneer is dat nou weer een probleem? Ja, ik heb een vak gekozen. Ik denk, dat is lekker weinig in te doen. Ja, en dat blijkt, heb ik dus de vak gekozen. Heb ik ook geleerd en zo. En dat blijkt echt, dat er echt heel, is echt heel veel te doen. Ja, nou baal ik als een stekker eigenlijk. Ik denk dat ik toch maar, dat ik me om laat scholen naar een beroep waar bijna geen behoefte aan is. Dat je heel veel solliciteert, hè, maar dat ze dus allemaal zeggen van ja, maar we hebben al iemand en we hebben ook niet wat jij kan. Dat hebben we ook eigenlijk niet zo, niet echt nodig. Ja, dat lijkt me wel wat. Neem ik een uitkering. Kijk, dat doe je natuurlijk niet. Hè? Je wil dat er zoveel mogelijk werk voor je is, toch? Nou, aan werk is er geen gebrek in deze wereld. Met al die mensen die achter deze leugenaar aanlopen. Of achter de organisaties aanlopen die achter deze leugenaar aanlopen. Donald Trump loopt achter deze viespeuk aan, hè? Als jij mij vraagt, wat is jouw mening over Donald Trump? Nou, dezelfde de mening die ik heb over Donald Trump is dezelfde mening die ik heb over Hillary Clinton. En over Bill Clinton. En over Ronald Reagan. En over George Bush. En over George Herbert Walker Bush, maar die is dan dood. Dat zijn allemaal smeerlappen. Ze lopen achter de paus aan. Want de laatste president die Amerika had, die probeerde om voor Amerika zelf nog wat te doen, die is doodgeschoten op Dealey Plaza in 1963. Doodgeschoten door de universele kerk. Want dat is de bedoeling niet. Je wordt als president van Amerika word je geselecteerd. En vervolgens word jij geacht om netjes in het gareel te lopen. En precies te doen wat de paus van je wil. Nou, als je dat niet doet, word je doodgeschoten. Er zijn in totaal iets van 6 Amerikaanse presidenten doodgeschoten door de antichrist. Ja, de antichrist is, het is geen geintje, man. Mensen moeten ophouden met te denken van, als je die man in Rome, als je die gewoon lekker maar met rust laat, dan laat hij jou ook wel met rust.
Nee, hoe kom je erbij? We hebben toch hersenen gekregen om na te denken? Maar goed, voor jou en mij, wij weten het. Hè? En wij gaan door met het verspreiden van de waarheid. Wij dienen onze Heer. Wij borstelen, bezemen onze eigen straatjes schoon. En that's it. En de rest, ja, voor zover ze naar ons, die de waarheid spreken, willen luisteren. Ja, is dat goed? Is dat goed voor die mensen? Is dat goed voor ons? Is dat goed voor de wereld? Voor zover ze niet willen luisteren, ja, ga er maar vanuit dat dat ingecalculeerd is in het grote plan. En ga er maar vanuit dat God er rekening mee houdt dat het aantal mensen dat zal volharden in het verloochenen. In het verloochenen van zijn zoon. Ja, dat is verschrikkelijk hoog. Dat percentage. En God houdt er rekening mee. We bedenken goed, er komt nog een tijd aan van wereldvrede. En dan komt er een tijd van allerlei oorlogen. Maar dan komt er echt een wereldoorlog. Die hebben we tot nu toe nog nooit gehad, hè? Er is nog nooit een wereldoorlog geweest. Dat gedoe in Europa, dat was het gedoe in Europa. Meer niet. En een beetje pief-pap-poef in de stille Zuidzee, maar dat heb je gehad. Dat waren lokale dingen, man. En het wordt dan in de geschiedenisboekjes weggezet als, oh, de hele wereld stond in brand. Nee, die stond helemaal niet in brand. Ben jij maf? In Zuid-Amerika, in Australië hebben ze helemaal niks gemerkt van de hele Tweede Wereldoorlog niet. En in Ivoorkust, ergens in Afrika, ik noem maar een land, hebben ze daar wat gemerkt van de Tweede Wereldoorlog? Natuurlijk niet, joh. Kom je erbij. Nee, er komt een tijd aan dat het overal oorlog is. In die voorkust en in de Oekraïne en in de Gobi-woestijn en in Zuid-Amerika en Noord-Amerika. Overal is oorlog. Die komt eraan. Maar er komt na die tijd van wereldvrede. Dan komt er die oorlogen. Komen die oorlogen. Dan komen er hongersnoden. Dat lijkt me nogal wieders. Directe gevolg van oorlog. En wat komt er dan? Nou, dan krijgen we ziektes. En dan komt Christus terug. En dan krijgen we 1000 jaar... komt er vrede. En dan na 1000 jaar wordt Satan weer losgelaten. En tegen die tijd hebben wij behoefte aan een nieuwe Bijbel, denk ik. Want ja, dan is de Bijbel op. Maar nu nog niet. Ja? Nu staan wij nog aan de vooravond van het boek Openbaring. Dat is wat ik denk. Ja. Maar ik moet die hele studie nog doen van het boek Openbaring. Ja, ik ben al wel begonnen, maar ik ben nog niet klaar, zo moet ik het zeggen. Ja. Maar ik weet van de Antichrist. En ik weet dat je ziet hem hier nu in beeld. Dat is hem. Dit is de vertegenwoordiger, niet van Christus. Nee, dit is de vertegenwoordiger van de organisatie die de Antichrist is. The woman riding the beast. De vrouw zittende op het beest. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Nou ja, gelukkig nieuwjaar allemaal natuurlijk. Als het nog mag. Het is de 11 januari. Nee, volgens mij mag je het niet meer zeggen. Maar dit was wel een mooi nieuwtje, toch? Voor het nieuwe jaar. Het zoveelste bewijs dat de paus de antichrist is. En op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie, de levenden, tjus!
Een dag lieverds.